gemakkelijk bij kinderrechten denkt van oh ja, kinderarbeid en aan de andere kant van de wereld. Maar blijkbaar zijn er toch hier ook nog dingen die onrecht aan kinderen wordt aangedaan, die toch heel problematisch zijn. En ik vond het belangrijk om te weten hoe dat ik daar iets aan kan doen voor de jongeren van hier. We zijn hier samengekomen met begeleiders van, die aan lokale jongerenpastoraal doen, begeleiders van lokale groepen dus, om samen na te denken over Vlaamse jongerenpastoraal vandaag, maar ook morgen, hoe we samen met jongeren op weg kunnen gaan. Deze voormiddag hadden we Bruno van Obergen, hij is Vlaams kinderrechtencommissaris, die ons een inleiding kwam geven. Ik denk dat er een belangrijke opdracht ligt bij jongerenpastoraal, om natuurlijk aandacht te hebben voor alle kinderen en jongeren, maar daarnaast ook toch wel die specifieke gevoeligheid te hebben voor die kinderen en jongeren die het vandaag in onze samenleving moeilijk hebben. Naast participatie is ook integriteit voor mij een heel belangrijk concept. En ik gebruik daarvoor graag de woorden van Philippe Mérieux, de Franse pedagoog, die zegt, parler c'est prendre le risque de se mettre en jeu, je parle. Met andere woorden, ik toon mijn kwetsbaarheid. Ik denk dan bijvoorbeeld zelf aan mijn leerkracht Latijn van het zesde jaar, die op een gegeven ogenblik zei, jongens, we gaan niet alleen Latijn doen dit jaar, maar we gaan ons ook met klassieke muziek bezighouden. En waarbij hij op een bepaald moment met zijn cassetterecorder de klas binnenkomt en ons naar fragmenten klassieke muziek laat luisteren. En waarbij hij zelf met de ogen dicht voor zijn klas staat. Maar waarbij we na verloop van tijd zien hoe mooi dit eigenlijk is. En wat voor schone mens dat daar eigenlijk staat. En dat zijn zaken die zo sterk bijblijven. Mijn vraag aan Bruno van Obergen was of dat het eigenlijk wel kan dat scholen uiterlijke tekenen van geloofsuiting verbieden, want dat is eigenlijk ook wel tegen de grondwet. De grondwet zegt dat het wel mag. Mijn vraag ging over het spanningsveld tussen de... tussen enerzijds kinderen echt zelf als volwaardig mens te laten zijn en zelf hun eigen beslissingen te laten nemen en zo. Maar anderzijds ook echt op te voeden, om ook hun waarden en normen mee te geven en zo. Wat dat Bruno echt wel benadrukte was, dat we niet mogen spreken over een spanningsveld, maar echt over dat zowel kinderen als volwassenen hun eigen verantwoordelijkheden hebben. En dat iedereen zich op die verantwoordelijkheden moet focussen en op elkaars verantwoordelijkheden kan wijzen. Geloof is belangrijk, want die heeft veel antwoorden op moeilijke vragen. Waarom leef ik tot nu toe? Dat is zo de meest belangrijke vraag. Ja, je leeft nog, je gaat naar school en zo. Maar soms vraag je af, waarom ben ik hier? Ook als we het soms moeilijk hebben om te tonen hoe wij bidden, hoe wij omgaan met ons geloof, dat we daar geen schrik voor mogen hebben en dat we moeten volharden en tonen dat het kan. Dat we kunnen stil worden, dat we kunnen thuiskomen bij God. Ook al is dat voor jongeren vandaag misschien niet evident. Maar ik denk dat wij als jongerenbegeleider daar een voorbeeld in kunnen zijn. En hen op die manier ook op weg helpen, stap voor stap.